Een hele week zwijgend in de cel, maar je mag wel je eigen tandje schoffelen? Die cirkel op de markt, waarom ligt die daar? Hotelgasten of kruimeldieven in de Pollardstraat? Wat zou er achter deze gevel allemaal gebeurd zijn? Nieuwsgierig? Kijk om je heen en ga terug in de tijd. Je eigen archeoloog neemt je mee. Download de archeoroute op je telefoon of tablet. Wandel naar een willekeurig punt op de route. Scan het archeoroute-object en... zie wat Roermondenaren toen zagen. Je kijkt naar een van de kruisgangen van het Kartuizer klooster. Frans Nicolas richt in 1855 het bedrijf F. Nicolas op, hier aan de Sint-Jansstraat. De archeoroute. Wandel door de geschiedenis van Roermond.